D66 maakt zich ernstige zorgen over seksueel misbruik van meisjes in het speciale onderwijs. Raadslid Sabine Anderweg stelde op vrijdag 29 maart schriftelijke vragen over de situatie op Arnhemse scholen. Wat vraagt zij nu precies aan het college? Nou, afgelopen vrijdag kwam het onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland naar buiten via de Volkskrant. En daarin werd bekend dat binnen het voortgezet speciaal onderwijs 27% van de meisjes te maken krijgt met grensoverschrijdend seksueel wangedrag. Nou, wij zijn echt enorm geschrokken van het percentage. Het is echt heel erg hoog. En ik wil graag weten van het college of ze, hoe het in Arnhem is. En of zij in het verleden al dit soort signalen hebben gehad. En of zij het advies van het onderzoek ook onderschrijven. En dat betekent dat we niet alleen nog maar voorlichting gaan geven over voorbehoedsmiddelen, maar dat we ook heel goed gaan kijken van hoe maak je die meisjes weerbaar? Hoe moet je omgaan met dit soort gedrag? Wat kan de gemeente hier aan doen en het onderwijs zelf? Nou ja, ik denk het bespreekbaar maken, daar begint het mee. Dit is de eerste keer dat Rutgers en SOA AIDS Nederland dit onderzoek heeft gedaan. Dus dat is wel een mooi punt om te beginnen en om het er ook met elkaar over te hebben. Want nu weten we ook hoe hoog het percentage is. En dit is in het reguliere onderwijs is het 7%, dat is al hoog. Maar hier is het bijna 3 keer zo hoog. En dit is een hele kwetsbare doelgroep, kwetsbare meisjes. En ik denk dat we er echt alles aan moeten doen om te zorgen dat deze leerlingen gewoon veilig volwassen kunnen worden. Elke dader is een foute dader, om het maar even zo te zeggen. Het gaat er wat mij betreft echt om van hoe zorgen we ervoor dat dat percentage zo laag mogelijk is en hoe kunnen we er zorg voor dragen dat die meisjes weerbaar worden. Zodat ze zeggen, nee, dit is niet oké, dit is mijn lijf, dit is mijn lichaam en dit gaan we dus niet accepteren met elkaar. En het is belangrijk dat de scholen natuurlijk die voorlichting gaan geven. En ik hoop ook dat onze wethouder onderwijs ook het gesprek aangaat met de schoolbesturen om te kijken van ja, hoe kunnen we dit verbeteren? Want 1 keer het erover hebben is niet genoeg. Ik denk dat we dit jaarlijks moeten herhalen. Waarom komt het meer bij deze categorie voor dan bij meisjes in het reguliere onderwijs? Ja, in het onderzoek zeggen ze dat de meisjes wat kwetsbaarder zijn, soms wat meer beïnvloedbaar. En dan moet je daar rekening mee houden, ook in de manier waarop je voorlichting geeft. Rutgers en SOA Nederland zeggen ook dat je jaarlijks die voorlichting moet herhalen. Is dat steeds dezelfde voorlichting of een verdieping? Ja, ik denk dat je heel erg ook met de tijd mee moet gaan. Vroeger was het genoeg om alleen voorlichting te geven over condooms bijvoorbeeld. En je ziet dat dat nu in 2019 al lang niet meer genoeg is. De wereld verandert, de manier waarop met seksualiteit om wordt gegaan verandert. En daar zul je je voorlichting ook op moeten veranderen. Het is aan de ene kant inderdaad de ouderwetse voorlichting over welke voorbehoedsmiddelen gebruik je. En aan de andere kant is het heel erg duidelijk nu dat we het over grensoverschrijdend gedrag moeten hebben met elkaar. Maak die meisjes weerbaar. Zorg dat je ze bagage meegeeft. Want 27% in het voortgezet speciaal onderwijs is echt te hoog.